in grote verpakkingen. 52 weken duurzaam. We gaan het gewoon doen. Hey, kom binnen. Emily Jane, je hebt een boek geschreven, Leven zonder afval. Oké, hoe doe ik dat? Waar moet ik beginnen? Zeker weten de keuken. Allereerste plek waar je moet zijn. Dus jij doet je boodschappen afvalloos? Ja, ik begin natuurlijk bij het doen van de boodschappen. Wat ik altijd doe is allemaal zakjes en tassen meenemen naar de winkel. Kijk, dit is bijvoorbeeld mijn favoriete bakje. Het gaat heel erg lang mee, lekt dicht de deksel. Kan je alles mee vervoeren, wat je maar wil. Dus ik neem gewoon deze pot mee naar de winkel en daar doen ze gewoon voor mij koffie in. En nootjes allemaal... in grote verpakkingen gekocht, want in bulk kopen, dat scheelt ongelooflijk veel. Je kan er van alles in kwijt. Groenten, fruit, koekjes, broodjes, alles. Ik ben bezig nu met een soep maken. Gewoon een losse prei gekocht, een losse komkommer en ik heb wat zevenblad uit de tuin. Oh, zit schimmel in. Ja, joh, dat zie ik toch niet. Hoeveel afval heb jij nu per jaar? Denk per jaar emmertje. Ik zie dus ook gewoon geen emmer hier staan, geen afvalbak. Nee. Er echt helemaal geen emmertje? Ook niet op de badkamer? Nee, zelfs daar niet. Nee, je kan echt zoeken wat je wil, maar je gaat hem niet vinden. Want waar was jij je haren mee? Het is een shampoo bar conditioner. Het is gewoon een heel klein mini tabletje en daar kauw je gewoon op en dan poetsen maar. Geen gaatjes. Natuurlijk deed dan van baking soda, maïzena. En kokosolie. Nou, verder... Nee, je mag niet kijken. Rommel. Sam? Ja? Eten is klaar. Nou, iets smakelijk allemaal, jongens. Mm-hmm. En jullie allemaal succes in de week zonder afval. 52 weken duurzaam. We gaan het gewoon doen.